Ja, ik denk, het eerste waar ik aan denk, dat is dat men nauwgezet opvolgt wat de overheid van ons vraagt. Dat we niemand in gevaar brengen. We moeten daar heel consequent in zijn en zeer voorzichtig zijn. Want daar hangt enorm veel van af. Soms hangen daar levens van af. Men mag niet lichtzinnig over de maatregelen denken. Dat hebben we ook als kerk niet gedaan, maar ook individueel. Men moet dat heel nauwgezet opvolgen, want er hangt te veel van af. Het gaat om een gezamenlijke solidariteit, dus dat moet in elk geval eerst gebeuren. En ten tweede zou ik zeggen, als christen en als gelovige, is toch een tijd dat je je geloof ook wat voedt. En dan denk ik dat je de lezingen van de dag, en bijzonder ook de lezingen, de schriftlezingen van de liturgie van de zondag, ja, dat je die ter harte neemt. En er zijn ook vandaag middelen genoeg. Ik denk aan de missen op de tv, ik denk aan Kerknet, ik denk aan Radio Maria, ook de missen op de VRT. Ja, dat zijn zaken die men toch, ja, die waren al zeer belangrijk voor mensen die, ook als het coronavirus daar niet was, oud waren of niet buiten konden. Maar nu voor veel mensen, we zijn daar zeer dankbaar voor dat dat kan. En dan denk ik toch ook dat het een, dat we aandacht moeten hebben voor mensen die echt wat meer geïsoleerd zijn dan anderen. Ik denk aan oude mensen, zieke mensen, die niet buiten kunnen en die toch graag eens een telefoontje krijgen. Ik denk mensen die ons nabij zijn, van dat toch regelmatig te doen. Want dat schept een diepe band en dat kan de eenzaamheid wegwerken ook. Want je hoeft niet altijd fysiek aanwezig te zijn om echt aanwezig te zijn. Een telefoontje of een blijkje van attentie, dat kan wonderen doen. En die zijn altijd al belangrijk, altijd al. Maar bijzonder in deze tijd, denk ik, moeten we aandacht hebben voor elkaar.